kaartje online. Heeft ze zo'n kaartje voor me gekocht. Het is één kipburger en dan één hamburger. Er is dus een live band hieronder bezig. Dus vandaag ga ik er mijn deeg mee maken. Outfitjes aan. En we staan hier dus nu op letterlijk station Sloterdijk. Keihard op die interview. Ik weet niet of je het zo goed ziet. Is die niet prachtig? Omgekleed om hard te lopen. Rijdt die niet? Meisje lekker aan het uitdelen. Bedtijd. Goedemorgen. Het is weer maandag vandaag. Ik had het een beetje zwaar vanochtend. Het was echt een heel mooi roze luchtje vanochtend. Maar het is nu allemaal eigenlijk alweer een beetje aan het wegtrekken. Dus ik ben net te laat. Maar het was echt prachtig. Maar ik heb me zoals je ziet omgekleed en klaargemaakt. En ik ga nu even dus die kwark die ik gisteravond had gemaakt nu even afmaken. En mijn shakey in mijn tas doen en onderweg. En dan ga ik nog eens kijken, want ik had het fruit gewoon zo diepvriesfruit in een bakje gedaan, zodat het dan ontdooit. En mijn kwark had ik met die Flaventasy drops. Dit zijn geen drops trouwens, moeder. Daar dus al ingemengeld. En dan gooi ik dit nu zo lekker bij elkaar. En dan gooi ik er nog een beetje chiazaad overheen. Werk zo. Jij ook. Ja, bedankt. Tjus. Zo. En dan heb ik dus mijn tafeltjes allemaal crackertjes mee. En dan moet ik toch even die smeerkaas erin doen. Kijk, en dan heb ik dit dus zo mee in een bakje. Helemaal lekker. En mijn shakeje pak ik ook in, want dat drink ik in de trein. En dan ga ik naar de trein lopen. Hallo! Het is vandaag maandag. Ik weet helemaal niet of ik al gefilmd heb eigenlijk vandaag. Maar ik loop net weg van kantoor en ik was dus heen. Ik heb namelijk geen geld. Ik sta in de min. Echt schandalig. Maar morgen krijg ik waarschijnlijk salaris. Dus ik had geen optie om in te checken met de trein. Maar ik moest naar werk natuurlijk. Dus ik heb zwart gereisd. Heel erg. Terwijl altijd wordt gecontroleerd op dit traject. Dus ik zat heel de tijd omheen te kijken wat hij kwam. Want ik dacht, als hij komt, dan ga ik gewoon naar de wc. Dan ga ik daar gewoon schuilen. Totdat die man of vrouw voorbij is. Maar het is gelukt. Ik werd niet gecontroleerd. En het was weer een heerlijk dagje. Van allerlei informatie weer gekregen. En wat ik dus allemaal een beetje mag gaan doen de komende tijd. En voor iemand ben ik nu ook een verjaardagsboekje aan het maken. Dus iedereen heeft al wat foto's gestuurd en zo. Dus helemaal leuk hoor. Laat mij maar lekker knutselen. Dus maar net had ik nog heel even iemand. Een collegaatje dus. Die ging voor haar vriend, denk ik. Een verjaardagskalender maken. Met allemaal foto's ook dus. Ze was een beetje hetzelfde aan het doen als ik. Maar ze wist niet hoe Canva werkte. Dus ze ging het gewoon in fotofabriek zelf doen. Toen zei ze van ja, maar hoe werkt dat dan in Canva? Dus toen heb ik het er helemaal een beetje uitgelegd. Dus vandaar dat ik echt, het is nu 7:10. Nu pas soort van daar wegloop. In plaats van 5:30. Maar joh, zo'n leuk mens. Ik dacht ik help jou wel. En toen zei ik, nou, lukt het allemaal? Zegt ze, ja, dat komt goed. Toen zeg ik, ja, nu ga ik maar weer zwart reizen met de trein terug. Zegt ze, wat? Ik zeg, ja, ik heb geen geld. Toen zegt ze, nee, dat kan niet. Stuur maar een tikkie. Ik zeg, ja, maar ik sta behoorlijk, zeg maar, in de min. Dus dan moet je een behoorlijk bedrag overmaken. Om dan het weer recht te trekken, zodat ik geld heb om überhaupt een kaartje te kunnen kopen. Dus toen zegt ze, nou, dan doe ik het online. Dus heeft ze online, heeft ze zo'n kaartje voor me gekocht. En ik heb nu hier zo heeft ze het ook nog geprint. Dus dit is nu mijn kaartje voor de trein. Nou, zo lief. Zo schattig. Maar ik betaal het of course gewoon terug. Maar dat is maar 6,10 euro. Maar goed. Ik ben dus nu terug aan het lopen naar de trein. En Kenzo belde me net. Want hij was alvast boodschap aan het doen. We gaan lekker hamburgers eten vanavond. Heb ik zin in. Hij wist niet wat we moesten eten. Zeg, zullen lekker kipburgers en hamburgertjes eten. Dus, oh, kijk helemaal naar uit. Maar ik ben volgens mij 7:30 op Duivendrecht en dan met een scooter. Schandalig ook, want ik was zo
soort van te laat vanochtend, dus ik moest opschieten. En dan pak ik wel de scooter naar het station. Omdat met de fiets heb ik een die accu die dan erin zit. En bij mijn scooter kan ik mijn helm in mijn buddy doen. Dus ik ben helemaal uitgeput. Ik heb namelijk net gerend. Omdat ik anders mijn trein niet had gehaald. Dus, nou, helemaal weer een dagje gehad. Ik was wel moe vanochtend, want weinig geslapen. Omdat ik gisteren natuurlijk uit eten was geweest met die meiden. Daarna was ik nog even doorgegaan naar Bamboa. Maar joh, helemaal prima. Ik ben weer lekker thuis gekomen en Kensje had dus al alle burgertjes gebakken. En de aardappeltjes, dus ik kon meteen aanvallen. Ik heb het meteen omgekleed in mijn sexy outfit. Maar oh, ik had namelijk een body aan. Hier is mijn hamburgertjes. 1 kipburger en dan 1 hamburger. Ik had een body aan. En die zat heel vervelend bij de punani. De hele dag. Zo strak. Dus oh, ik kon niet wachten om dat uit te doen. Dus ik heb lekker een chill pakje aangedaan. Ik heb ook echt honger. Het is nu 8 uur. 7:50. Niet liegen. Maar we gaan lekker smikkelen. Helemaal zin in. Er is dus een live band hieronder bezig. As you can hear. En het is hard. Het hing wel op de deur. Toen Fred is op pauze. Hè? Hoor je me wel? Wij zitten heel de tijd mee te vijmen op dat voetje van mij. Maar we hebben Friends ook heel hard staan hoor. God, oh god, maar we hebben lekker gegeten. Nu ga ik lekker chillen. En morgen heb ik dus een... hoef ik niet naar kantoor, maar heb ik een campagnedag. Bij Ethos bij Sloterdijk. En dat is vanaf 8:30 tot 8:30 s'avonds. Dus ze zeiden, joh, ga maar lekker een beetje uitslapen. Dus dat is geweldig. Ik ben heel benieuwd. Ik heb net een briefing soort van gekregen hoe het daaraan toe gaat. Dus dat moet ik nog even doorlezen eigenlijk. Voordat ik daar morgen heen ga. Maar het is Ethos Kraak de Kluis voorjaarscampagne. Dus ik ben benieuwd. Ik ga eens even overnight oats maken voor tomorrow. Dus wat ik ga doen is ik pak even mijn bakje en de weegschaal. Ik dacht ik ga het een beetje afwisselen, want iedere keer die shake in de ochtend ben ik nu ook al zat. Dus ik ga eens even kijken hoe ik dit vind. Melk nodig. Goed, ik ga dat even bij elkaar gooien. 35 gram havermout. Gewoon een receptje van TikTok dit. Zo. 10 gram, wacht, dat doe ik weer even opnieuw. Dat vind ik toch makkelijker. 10 gram chiazaad. 'Oh, er zit ook nog kaneel in. Dat is ook inderdaad wel lekker. Nou, ik heb er dus havermout in. Kaneel. Daaroverheen dus 120 gram volgens mij kwark. En daar en nu 150 milliliter melk. Dus 158 geworden. Zo chill dat hier ook gewoon lekker die milliliter op staat. Volgens mij hadden we dat op de oude niet. En dan... Ik had ook nog een snufje zout moest erin. En dan zet het er appel in. Dat vind ik niet zo lekker. Is dat de volgende? Ik denk dat ik er gewoon een beetje frozen blueberries op ga gooien. En dan een beetje honing. En dan ga ik het verroeren en dan zet ik het in de koelkast. En dan ben ik benieuwd morgen. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En gisteravond had ik een van mijn starters uit de koelkast gehaald. Die ziet er dan zeg maar zo uit. Voor dus mijn brood bakken.
had ik dus in de koelkast nu gezet, want dat mag dan na een tijdje. Toen had ik hem er gisteravond uitgehaald en dan weer een soort van gevoed. En nu ziet hij er dus zo uit. Kijk, hij is helemaal omhoog gekomen. En hij heeft helemaal van die bubbels, wat hoort. Dus vandaag ga ik er mijn deeg mee maken. Want ik moet pas later vanmiddag soort van dus werken, die campagne voor Ethos. En dat is om 2:30 moet ik op Sloterdijk zijn. Dus daarvoor kan ik gewoon een deeg, zeg maar, maken. Want je moet het dan weer laten rusten en dan weer kneden. Dan weer laten rusten en dan weer kneden. En dan op een gegeven moment moet hij 12 uur nog in de koelkast. En dan kan ik dus vanavond, of dan kan ik dus morgen het brood bakken. En nu ben ik die overnight oats even aan het opwarmen. Want ik weet niet, ik vond het een beetje te koud. Dus ik dacht misschien als ik dit een beetje opwarm, dan wordt het wat lekkerder. Dus ja, ga ik zo ontbijten. Ik ben dus bezig met het deeg maken en voorbereiden. Ik heb nu dus de starter in met water en dan bloem volgens mij. Tarwebloem. Ik weet niet precies welke. Even kijken, want het moet wel patent zijn. Omdat je eigenlijk gewoon bread flour hebt, maar dat heb je dus niet echt in Nederland. Dus tarwebloem patent. Heb ik er dus bij ingedaan en toen moest ik het mixen en toen even 1/2 uur laten staan. Toen moest ik er 10 gram zout bij in doen. Dat heb ik nu er doorheen gemixt. Toen moest ik het weer 45 minuten laten staan. En nu ziet het er zo uit. En nu moet ik het soort van stretch en folden. Er zit een heel proces, joh, dit. Kijk, ik moet nu dit gaan doen. Zo'n filmpje van iemand op TikTok. Kijk, hier doet ze het zout erbij en dan laat ze het weer staan. En dan moet ik dus dit gaan doen. Dit ga ik nu doen. En dan moet ik het weer laten staan. En dan moet ik dit doen. En dan dat na 45 minuten nog een keertje. En dan moet ik hem laten rijzen. Totdat hij dubbel in size is geworden. Dan moet ik dus dit doen. En dan gaat hij in zo'n broodmandje in de koelkast. 12 uur en dan kan ik hem dus de volgende dag gaan bakken. En ik heb net even hier mijn schouderoefeningen gedaan die ik mee had gekregen van de fysio. Dat moet ik dus 5 keer per week doen. Dus dat heb ik ook al gedaan. Maar ik ga nu dat deeg verder even doen en eigenlijk wil ik hardlopen. Maar ik moet even kijken of ik er tijd voor heb, want ik moet daarna natuurlijk omkleden en dan naar die naar de Ethos, naar Sloterdijk. Dus ik moet even kijken of dat redt. Ik heb de laatste tijd zo last van mijn ogen. Van mijn lenzen heeft hele droge ogen. Dus dat is echt niet zo heel lekker. Dus wat ik nu heb gedaan is daglenzen besteld voor droge ogen. Want ik dacht dan hou je het lekker schoon. Dan heb je dus niet. Ik heb namelijk nu maandlenzen. En op een gegeven moment wordt het gewoon droger. En natuurlijk je kan het veel minder goed schoonhouden. Omdat je het gewoon dagelijks eigenlijk in hebt. En als je hem schoonhoudt, zeg maar, natuurlijk kan je hem wel een beetje schoonmaken. Maar het is denk ik toch anders. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon een keer proberen. En ik heb oogdruppels besteld. Want echt, ik heb branderige ogen en rode ogen. Mensen zeiden het ook gewoon tegen me op werk. En ik zat heel de tijd zo en het plakte en het deed zoveel pijn. En dat is gewoon echt niet chill. Vandaar dat ik nu mijn bril op heb. Maar ja, vanmiddag ga ik wel gewoon mijn lens in doen. Want ik haat een bril buiten. Binnen huis vind ik het prima. Maar ik heb het echt liever niet buitenshuis. Maar ik ga dus nu even mijn deeg stretchen en folden. Oh, ik ben helemaal benieuwd hoe mijn eerste brood gaat zijn. Echt zo benieuwd. Dus morgen kan ik hem bakken. In de oven, of course. En dan gaan we het zien. Helemaal spannend. Nou, ik ben onderweg naar de metro en dan naar Sloterdijk. En ik ben heel benieuwd, want ik heb geen eten of drinken mee. Want ik wist niet, ik heb geen idee of ik daar dan ook pauze heb of zo. Maar ik ga het allemaal meemaken. En anders volgens mij kan ik daar wel gewoon nog wat halen. Dus ik ga het zien. Ik heb nog voor het laatste keer mijn deeg even gestretched en fold. En die staat dan nu te rijzen. En als ik straks thuis kom, dan moet ik nog iets doen. En dan moet die in de koelkast 12 uur. Dus, en dan kan ik hem morgen pakken. Ik ben helemaal nieuwsgierig. Maar ik heb net ook even heel snel wat gegeten, want ik had weer haast. Ik was weer veel te lang aan het tuttelen. Dus ik ben ook echt flink door aan het lopen nu. Maar ik denk dat ik de metro wel moet halen.
En dan een dagje campagne van Ethos, Kraak de Kluis. Ik ben benieuwd. Nou, ik ben er. We hebben de hele setting opgebouwd. Kijk nou, dit is toch te cute. Dit is dus helemaal zo die boog. En hier de loper. En dan gaan we dus al die dingen uitdelen. En dan kan je dus hier, kan je dus kijken, Kraak de Kluis, of je dus iets hebt gewonnen. Nou, ik vind het enig. We hebben ook allemaal prachtige outfitjes aan. En we staan hier dus nu op letterlijk station Sloterdijk. Ik vind het geweldig. Maar ik moet dus ook foto's maken. En ik dacht, ik kan makkelijk met deze camera ook foto's maken. Want dat is nog mooier dan een telefoon, denk ik. Maar goed, we gaan er voor vandaag. Nou, dit is echt heel grappig. Hier komen dus allemaal mensen en gaan het proberen. En ik ben dus van dit groeipapier allemaal aan het uitdelen. Dat kan je dus letterlijk gewoon in de groen stoppen. En dan komen er allemaal zaadjes, of zaadjes uit, bloemen uit. En dit is helemaal biologisch afbreekbaar. Maar ik moet dus allemaal mensen aanspreken en dan zeggen van, nou, je kan naar die kluis en dan kan je code vragen. En dan kan je dus prijzen winnen. Helemaal grappig. Nou, ik ben weer thuis hoor van de hele dag campagne. En ik had dus mijn eigen camera daarmee. Gewoon of course, mijn vlogcamera. Maar ik liet hem dus vallen. En nu is die hele lens schuin. Dus hij gaat nu niet meer, als ik hem uit wil doen, gaat die lens er niet meer in. Dus ik kan er nu helemaal niks meer mee. En hij stelt niet meer scherp. Dus ik heb er helemaal niks aan. Dus daar baal ik wel een beetje van. Ik had hem zeg maar gewoon vast. Ik was aan het filmen. En toen wilde ik hem volgens mij het schermpje weer indoen. Of ik weet niet. En toen viel hij gewoon zo uit mijn handen zo. Dus met de lens uit op de grond. Waardoor hij dus keihard op die lens viel. Ik weet niet of je het zo goed ziet. Maar ja, hij staat dus helemaal schuin. Dus, dat was een beetje jammer. Maar voor de rest was de dag wel echt heel gezellig. Echt allemaal mensen aangesproken. We hadden allemaal van dat papier waar dan zaadjes in zaten. En dan kon je dat zeg maar in de grond doen. En dan kwamen er bloemetjes uit. Dus dat mochten we uitdelen. En dan hadden we de kluis. En daarbij zal ik wel een fotootje hier nog misschien ergens in doen. Daar konden mensen een code vragen. En dan invullen. En dan kijken of de kluis open ging. En dan of ze product konden winnen of niet. Dus dat was wel grappig. Maar ja. Ik ga morgen denk ik gewoon even kijken of ik hier ergens in de buurt sta volgens mijn camera reparatie. Want ik wil hem eigenlijk wel gewoon natuurlijk mee op wintersport. En ik heb mijn deeg nu helemaal afgemaakt. Dus die ligt nu in de koelkast. Ik heb hem dus, moest hem nog één keer op het aanrecht gewoon leggen en dan rollen. En dan een beetje bloem in het mandje. En dan moest hij dus zo in de koelkast voor 12 uur. Dus ik ben erg benieuwd hoe dat er morgen uit gaat zien. En ik had daar tijdens werk, hadden we een korte pauze, heb ik bij de Dunner Company een Turkse pizza maar gehaald. Want ik had om 6 uur of zo pauze. Dus ik dacht, nou, dan haal ik daar wel iets, want ik had verder geen eten mee. En nu... oh, sorry. Nu heb ik even een bakkwark gemaakt nog. Dus dat ga ik nog even opbeuzelen met een theetje. En lekker chillen en dan een beetje klaar maken voor bed en... slapen. Wat een ander beeld zo. Goedemiddags. Het is vandaag woensdag, want ik ben vrij. En ik ga dus de komende tijd maar filmen met mijn telefoon, hè? Want mijn camera is still not working. Ik heb wel voor gebeld, want ik ging kijken of ik nog überhaupt garantie had. Heb ik 2 jaar garantie. En ik heb hem gekocht op 2 februari 2022. Dus dat zou betekenen dat ik garantie zou hebben tot 2 februari 2024. En het is vandaag 6 maart. Dus dat is zuur. Maar ik heb even gebeld met Camera Express waar ik die ooit heb gekocht. Om te kijken of ze misschien iets van redelijk coulant willen zijn. Of misschien nog iets van een regeling kunnen treffen. Om het wel binnen de garantie nog te laten vallen. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik heb in ieder geval gebeld. Ik heb geen idee waar deze camera zit. Of volgens mij hier. Daar moet ik in kijken. Dus ja, en ik heb net mijn eerste brood dus gebakken. Ik heb hem in de oven gedaan, ik zal hem even laten zien. Ik kan deze camera dus ook niet de hele tijd omdraaien. Dus ik moet dan stoppen met filmen, de camera omdraaien en dan verder praten. Maar ik heb hem hier dus liggen. Kijk, is die niet prachtig? Hij is niet heel, heel dik nog. Maar dit is dus mijn broodje geworden. Maar ja, het blijft natuurlijk gewoon oefenen. Maar ik ben tevreden eigenlijk met mijn allereerste brood. Ik moest hem nu een uur laten afkoelen. Hij ligt hier nu denk ik een half uurtje. En dan ga ik hem opensnijden en proeven. En voor de rest heb ik gewoon een lekkere to-do-lijst vandaag. Ik moest dus voor die camera even bellen.
Ik heb een andere call al gehad met een vrouw. Ik moet een cadeautje kopen voor Roos nog. Want Daniel, die zou het eigenlijk doen, maar die heeft ineens weer geen tijd. En ik dacht, nou, ik ben vandaag vrij. En ik heb eindelijk salaris gehad. Dus ik kan het herhalen. En nog van allerlei andere dingetjes moet ik doen. Ik wil mijn vlogs gaan editen. Oh ja, ik wil binnenkort mijn vlogs niet meer uploaden op dinsdag en donderdag. Omdat ik heb nu een nieuwe baan en ik werk gewoon maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag. Waardoor ik veel minder zal gaan filmen überhaupt. En veel minder tijd heb om te editen. Dus wat ik ga doen is 1 vlog per week uploaden op de donderdag. Want ik ben op woensdag vrij. Dan kan ik een woensdag editen en inplannen voor de donderdag. Om 4 uur gewoon. Dus in plaats van dinsdag en donderdag 4 uur. Zal het dus nu alleen donderdag om 4 uur een vlog opkomen. Want ik wil het namelijk wel blijven doen. Dat vond ik namelijk wel leuk. Maar ik dacht, ja, anders worden de vlogs denk ik heel eentonig. En het is denk ik leuker om de weekenden er gewoon lekker nog in te houden. En tussendoor zou ik echt, heb ik natuurlijk ook gewoon genoeg te doen. Maar ik weet niet. Ik denk dat dat beter is. Dus dat ga ik lekker zo doen. En voor mij ook zelf makkelijker met editen. En zo kan ik gewoon de woensdag ben ik vrij. Kan ik mijn vlog editen. En dan plan ik hem gewoon lekker in voor de donderdag. Dan hoef ik het ook niet tussen neus en lippen te doen. Als ik op werk zit, op kantoor of iets dergelijks. Dus dat vind ik voor mezelf ook wel prettig. Dus, nou, ik ga maar weer door met van alles. Want ik heb genoeg te doen. En ik wil eigenlijk ook nog hardlopen vandaag. Het fysio nog even bellen. Ik moet oefeningen voor mijn schouder doen en mijn enkel. En dan even naar het dorp. Of ik noem het nog steeds dorp soms. Zo erg, omdat ik natuurlijk uit een dorp kom. En daar zeiden we altijd, we gaan naar het dorp. Maar ik moet dus hier even naar Bijlmerplein. Want ik wil misschien ook even muffins nog pakken voor morgen mee naar werk te nemen. Want ik ben, wanneer ben ik van jarig? Ja, 10 maart. Maar op welke dag valt dat? Op een zaterdag. En dan ben ik dus op vakantie. Dus ik dacht, ik ga vandaag muffins pakken. En dan kan ik die morgen mee naar werk nemen voor als zijnde attractatie. Want ik vind dat gewoon leuk als ik jarig ben om dat te doen op waar ik werk of waar ik ook ben. Dus ja. Maar goed. Dan genoeg weer geluld. Ik ga maar even door. Nou, de boodschapjes zijn allemaal weer gedaan. Jongen, jongen, jongen. Wat een geld ook. En ik was dus even naar de Kruidvat om te kijken of ze die... Wij willen namelijk die Satisfyer voor Roos kopen. Maar ze hadden dus alleen een nog grotere versie of zo. Daar heb je ook een app bij. Maar die was 60 euro. En wij wilden gewoon die normale eigenlijk, die Pro. En die is 40 euro op bol. Dus ik denk, daar ga ik hem gewoon bestellen en dan is die morgen in huis. Dat is prima, want het is... Oh, het is morgen. Ik dacht even dat het vrijdag was. Oh, ik hoop dan wel dat hij op tijd binnen is. Oh, daar heb ik even niet over nagedacht. Nou, dan gaan we het meemaken. Ik hoop dat het dan op tijd is. En even een kaartje erbij. Dus dan hebben we dat ook geregeld. Maar goed, ik ga de scooter op weer naar huis. Ik heb me even omgekleed om hard te lopen. Want ik had tegen mezelf gezegd, als ik om 4 uur ga, dan kan ik tot 5 hard lopen. Kan ik daarna de muffins bakken, schouderoefeningen doen, vlog editen. Strakke planning hoor, dat is niet normaal. Maar ik ga lekker mijn oortjes in doen. Die ging ik even, was ik aan het zoeken. En dan ga ik beneden warm lopen. En dan dus weer hetzelfde als vorige keer. Dus 10 minuten lopen, 5 minuten hardlopen. En dan dat 4 keer, volgens mij. Had ik het dan 4 keer gedaan? Volgens mij wel. En het is namelijk nu nog heel lekker weer. Dus ik dacht, zonde als ik later ga vandaag. Want dan gaat het zonnetje weg. Dus ik ga nu lekker snel naar buiten. Ik ben weer terug van het hardlopen. En ik heb even lekker gedoucht. En nu is het tijd om muffins te bakken. En ik heb dus 2 pakken gehaald. Want ik dacht, dan houden we hier thuis ook nog lekker wat over. En dan heb ik er in ieder geval genoeg om mee te nemen. En ik heb namelijk zo'n ding nog waar ze makkelijk ingemaakt kunnen worden. Hier kunnen dan al die vormpjes in. En ik heb ook van die chocolate chips om erin te doen. Oh, ik heb gewoon nu al zin ook om er eentje te eten vanavond. Echt heerlijk. Nou, de eerste batch zit erin. Kijk, zo lekker. En ik heb dus die chocolate chip cookies erin gedaan. Oh, en dit allemaal lekker straks aflikken. Nu kan het niet, want ik moet nog gebruiken. Maar nu ga ik dus de tweede maken. Ik wil dat de boter een klein beetje smelt in de magnetron, want anders is het nog zo hard. Terwijl ik hem al buiten de koelkast had liggen. Maar het is nu de tweede maken. Kijk, we hebben dus zwarte rijst. Maar het water is dus ook helemaal zwart.
Maar dit had ik namelijk wel eens bij de branding met dus curry. En dat hebben we dus nu gemaakt. Oh, yummy! En we hebben er ook extra kip bij gedaan. Gewoon omdat het lekker is. Goedemorgen. Het is donderdag vandaag. En ik ben maar tegelijk opgestaan met Ken's show. Dus om 6 uur. Het was een vroegertje. Maar ik heb alles klaargemaakt. Letterlijk nu ook al een wasje opgevouwen. Want ik heb namelijk gewoon al mijn ontbijt en lunch heb ik natuurlijk al gemaakt. Dus dat hoef ik allemaal niet te doen. Het enige wat ik nu nog even wil doen is mijn oor, zeg maar. Dat tweede gaatje, die ging weer een beetje moeilijk doen. Dus ik dacht, ik doe even met zout oplossing en dan gewoon dus in water. Dus dat moet ik alleen nog even doen. En daarna ga ik naar werk. En ik dacht, dan ga ik wat eerder. Want dan hoop ik dan namelijk dat ik dan wat eerder weg kan. Omdat ik vanavond een 21 diner heb. En dan ben ik daar tenminste niet heel laat. Dus ik ben dan nu rond 8:15 op kantoor. Dus dan hoop ik dat ik gewoon rond 4:15 lekker weg kan. Dat zou namelijk heel chill zijn. Dus, en ik heb de cupcakes mee. Die had ik gisteravond ook al allemaal in een tasje gedaan. Dus die ga ik lekker straks ook geven aan iedereen. En ja, dus ik ga even naar de trein lopen. Kijk, ik heb mijn muffintjes neergelegd. Met een briefie. Zo schattig. Nou, werkdagje zit er weer op. En ik was natuurlijk iets eerder. Dus vandaar dat ik nu ook iets eerder weg kan. En ik heb vanmiddag even bij de appie hier een kaartje nog gehaald voor Roos. En als het goed is haar cadeautje dus binnen. Thuis gewoon. Dus die kan ik dan even snel inpakken. Volgens mij heb ik nog wel een beetje inpakpapier van kerst en zo. Wel echt een oerlelijke nu voor een verjaardag eigenlijk. Maar goed. En dan omkleden naar de Beemster. Het is namelijk bij haar ouders thuis. Dus een 21 diner dus van haar. Maar wel leuk. Ik loop nu in ieder geval naar de trein toe. Naar huis. En dan dus dat even fixen. En dan weer door. Nou, dit ging weer helemaal top. Maar niet heus. Jongen. Ik kwam wel trouwens wel achter dat ik zo erg omloop de hele tijd. Want ik kom, zeg maar, dan zo stap ik uit mijn trein. En dan loop ik rechtdoor. En dan loop ik, zeg maar, zo een straat in. En dan naar rechts. En dan loop ik, zeg maar, weer over het spoor heen. En nu liep ik dus. Liep ik over de spoor, keek ik links, dacht ik, oh my god, dit is gewoon letterlijk het treinstation. Dus daar kon je gewoon links en dan was je er al. Dus ik heb in ieder geval een kortere route gevonden. Maar toen stapte ik in de verkeerde trein, ook nog. En omdat ik heel erg moest haasten, maar er stond gewoon Amsterdam-Zuid op. Maar dat was dus degene naar Almere. Heb ik niet ingecheckt. Dus ik ben nu ook soort aan het reizen. Vervolgens moet ik er dus ergens uit. Kom ik er dus achter dat hij dus naar Almere gaat. Ik sta nu bij Almere Poort. Nou, ik er hier uit om dus over te stappen. Rijdt die niet. Ik moet dus naar Weesp en daar weer overstappen naar Amsterdam. Maar hij rijdt dus niet, dus ik moet weer wachten. Dus ik ben nu maar de hele tijd hier heen en weer aan het lopen. Want ik haat wachten zittend. Dus ik ben maar een beetje aan het strompelen. Zodat de tijd sneller gaat. Het werkt wel echt, moet ik zeggen. Maar goed, een beetje jammer. Want eigenlijk zou Kensje hem ophalen van het station. Maar ja, dat kan nu ook niet. Omdat hij dan te laat zou zijn voor zijn werk. Heel erg lachen. Grappig toch? Heel erg. Hallo, vertel eens even. Ik heb een lachen. Ik dacht dat we al klaar waren. Oh. Ik heb een rood wijntje ingeschonken. De lijstje lekker aan het uitdelen. Alicia. Kijk nou, we zijn hier even de avond. Klein
kleine Balboa flesjes. Een amaretto sour. Oh, we hebben zo lekker gegeten. Is het zo goed? Best lekker eigenlijk. Pak er nog één keer. Jij bent ook ik heb Amsterdam. Amsterdam. Bedtijd. Ik moet morgen ook gewoon weer werken. Doei! Maar als het goed is, worden we zo meteen naar huis gebracht. Oké, dit ook. Dit is toch te vet? Dit wil je toch in je huis? Dit is toch goed? Oh my god. Oh my god. Het is een fotomoment. Ja, we moeten een foto maken eigenlijk, maar het ziet er nou niet meer uit. Nee, ja. Dit is ook aanwezig. Hoi, hoi, hoi. Dit wat is dit? Is dit een... Is het een vlog? Nee, oh. Onze camera is kapot. Oh echt? Kijk, hebben we deze aan Roos gegeven. Ik ben benieuwd naar de reviews. Ik ben mijn vlogje aan het editen en ik heb hem niet afgesloten. Het is echt een flink zonnetje hier. Maar dat doe ik dus bij deze even. En de volgende video is een wintersportvloggie. Dus dat wordt helemaal weer enig. Maar ik moet het dus allemaal met mijn telefoon filmen omdat mijn camera dus kapot is. Echt super kut. Maar ik heb nu weer een nieuwe camera besteld, dus die komt eraan gelukkig. Maar, dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan hoop ik je natuurlijk weer te zien in mijn volgende video. Bye!